الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، أما بعد. Best brothers and sisters, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Voordat ik ga beginnen met het onderwerp van mijn lezing van vandaag, wil ik jullie allen verblijden met de overlevering van de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, waarin hij duidelijk heeft gemaakt dat als de mensen in een huis van de huizen van Allah subhanahu wa ta'ala bij elkaar komen om het boek van Allah te lezen en de zaken van het geloof te bestuderen, dan zal de malaika ook aanwezig zijn. Dan zal Sakina aanwezig zijn, de rust. En wij zullen ook bij Allah subhanahu wa ta'ala genoemd worden. Want bij elke zitting van kennis zit er engelen die opschrijven wat wij aan het doen zijn. En als de zitting van kennis afgelopen is, dan gaan de engelen terug naar Allah subhanahu wa ta'ala. Allah gaat hun vragen, hoe hebben jullie mijn dienaren gevonden of achtergelaten? En dan zul je, beste broeder, beste zuster, genoemd worden bij Allah subhanahu wa ta'ala, dat je deze zitting van kennis hebt bijgewoond. En dat is zeker een verblijding, dat is zeker iets moois, dat jij met je naam wordt genoemd bij Allah subhanahu wa ta'ala, dat je deze zitting van kennis hebt bijgewoond. Ook wil ik erbij vertellen dat jullie hier zijn geleid door Allah subhanahu wa ta'ala om hier te zijn. Er zijn zoveel broeders van ons en zoveel zusters van ons die nu misschien bezig zijn met het zondigen, met het begaan van zonden. En wij zijn geleid door Allah subhanahu wa ta'ala om hier in de moskee te zitten voor één doel. Om kennis over ons eigen geloof te vergaren. Om meer te komen te weten over ons geloof. Over Allah subhanahu wa ta'ala. Over de boodschapper van Allah subhanahu wa ta'ala. Moge Allah onze daden allen accepteren. Amin. Amen. Het onderwerp van mijn lezing van vandaag zal focussen op een overlevering van de profeet sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, die te vinden in Sahih al-Imam Tirmidhi rahimahullah, waarin de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd: La tazulu qadama abdin yawm al-qiyamati hatta yus'al an arba' an umurihi fi ma afna wa an ilmihi ma amila bih wa an malihi min ayna iktasabahu wa fi ma anfaqa وعن جسمه فيما أبلاه. الحديث heeft verschillende overleveringen overgeleverd door meerdere hadithgeleerden. Maar waar het mij om gaat is de punten die de profeet sallallahu alaihi wasallam heeft genoemd in deze hadith. Ons profeet heeft duidelijk gemaakt letterlijk dat de benen of de voeten van ons niet zullen bewegen op de dag des oordeels, totdat wij worden gevraagd over vier zaken. Straks op de dag des oordeels zul je niet recht, niet links gaan totdat je wordt gevraagd over vier belangrijke zaken. En daarom is het heel belangrijk voor ons om nu te weten te komen wat zijn de vragen die we straks bij Allah zullen krijgen. En dat we vanaf nu gaan voorbereiden op het beantwoorden van de vragen die we straks van Allah zullen krijgen. Eerste vraag die men krijgt straks bij Allah subhanahu wa ta'ala op de laatste dag van het wereldse leven. Dat betekent niet dat jij niks of dat je niet gebruik mag maken van het wereldse leven. Dat betekent niet dat je niet mooi gekleed
mag lopen. Dat betekent niet dat je geen mooie huis mag hebben. Dat betekent niet dat je geen mooie auto mag hebben. Maar dat betekent dat het behalen van het wereldse leven, het verdienen van het geld, het trouwen met een vrouw of het hebben van een mooie auto geen doel voor jou moet zijn. Dat zijn allemaal middelen die Allah voor ons heeft gegeven, die toegestaan zijn. Maar het doel van het wereldse leven is het aanbidden van de Almachtige subhanahu wa ta'ala. Het doel van het wereldse leven is het aanbidden van de Barmhartige subhanahu wa ta'ala. Het doel van het wereldse leven is dat je het wereldse leven verlaat, terwijl Allah op jou tevreden is. Dat betekent dat jij in je hele leven hoort te streven om de tevredenheid van Allah subhanahu wa ta'ala te behalen. Het welbehagen van Allah subhanahu wa ta'ala te behalen. En is het moeilijk? Het is niet moeilijk. Het is makkelijk. Allah heeft ons niet belast met iets wat we niet kunnen. Allah subhanahu wa ta'ala heeft ons niet gevraagd om iets te doen wat we niet kunnen. Allah heeft ons gevraagd om bepaalde zaken te verrichten die wel binnen ons vermogen zijn, die we wel kunnen doen. En Allah heeft ons meerdere malen op verschillende manieren uitgelegd hoe we het wereldse leven kunnen leiden op een manier dat Allah subhanahu wa ta'ala tevreden over ons wordt. En Allah heeft de basis gelegd voor het geloof, het monotheïsme, het tawhid. Hoe? Kijk, wij zijn geboren met de natuurlijke aanleg, de fitra. De profeet sallallahu alaihi wa sallam zegt in de overlevering, kullu mawlud yuladu ala al-fitra. Ieder geborene wordt geboren met de natuurlijke aanleg. Wat is de natuurlijke aanleg? Dat jij als mens, als persoon, gaat weten of geloven dat Allah één is. En als er een verandering komt, dan komt het door je ouders. Daarom zegt de profeet van Abawa, yuhawidanihi, au yunassiranihi, au yumajjisani. De ouders die zorgen ervoor dat iemand of een jood, of een christen, of een vuuraanbieder wordt. Maar de profeet heeft niet gezegd, de ouders zorgen ervoor dat je moslim wordt. Want jij bent geboren met een natuurlijk aanleg. Als jij opgroeit zonder dat jouw aanleg, zonder dat jouw fitra wordt veranderd, dan word je opgroeid als iemand die Allah kent. Dat hij de schepper subhanahu wa ta'ala van het universum. La tazulu qadama abdin yawm al-qiyama, de voeten van men zullen niet bewegen op de dag des oordeels totdat hij wordt gevraagd over vier zaken, over zijn leeftijd, zijn umr. Ik zal, voordat ik ga praten over umr, de leeftijd, even een voorbeeld geven. Iemand die handelt, die naar de markt gaat, 's morgens vroeg om te verkopen, die begint zijn handelen met een kapitaal. Bijvoorbeeld 2000 euro. Kapitaal om een handel te beginnen. Als hij 's morgens begint met 2000 euro, heeft spullen gekocht waarvan hij denkt van ik wil winst maken. Ik ga 2000 euro investeren en ik ga vanuit dat ik 3000 euro ga binnenkrijgen, 2000 euro met kapitaal, 1000 euro met winst die ik maak uit spullen die ik koop en verkoop. Als iemand begint met een kapitaal aan het eind van de dag niet eens het bedrag waar hij of waarmee hij was begonnen had, dan behoort hij tot de verliezers, toch? Hij begint met 2000 euro en hij eindigt de dag met 1000 euro, dat betekent dat hij tot de verliezers behoort. Dat geldt voor ons leeftijd, beste broeders en zusters. Wij hebben leeftijd gekregen van Allah. Wij hebben genoeg tijd van Allah gekregen om winst te halen.
En wat voor winst kan je halen uit je leeftijd, is dat je probeert je dagen, je maanden, je jaren goed te benutten in hetgeen wat Allah subhanahu wa ta'ala heeft bevolen. Hetgeen wat Allah heeft voorgeschreven. Want als jij als de dood komt, dan verlaat je het wereldsleven als, niet als verliezer, maar als iemand die winst heeft gemaakt. En wanneer maak jij winst? Wanneer jij je leeftijd goed gebruikt, je tijd goed gebruikt in het aanbidden van Allah subhanahu wa ta'ala. Als jij doet wat Allah ta'ala van je vraagt, als jij het gebed op tijd verricht, als je goed zorgt voor je ouders, als je goed met mensen omgaat, als je eerlijk handelt, als je afstand neemt van zedeloosheden, als je afstand neemt van het liegen enzovoort, dan benut je je leeftijd goed en dan verlaat je het wereldse leven vervolgens als iemand die een winnaar is. Want Allah heeft ons l'umur niet zomaar gegeven, ons leeftijd niet zomaar gegeven. En Allah zal ons vragen over onze tijd. Waarin hebben we onze tijd besteed? Waarin heb je de uren die je hebt gekregen van Allah besteed? Waarin heb je de dagen die je van Allah hebt gekregen besteed? Waarin heb je de maanden en de jaren die je van Allah hebt gekregen besteed? En dan moet ieder van ons zichzelf afvragen. Wat doe ik elke dag? Hoe besteed ik mijn dag? Ben ik bezig met de zaken die Allah tevreden over mij maken? Of ben ik bezig met het zondigen en het verspillen van mijn tijd? Als we kijken, beste broeders en beste zusters, naar onze tijd, dan zien we dat heel veel van onze jongeren uren achter het internet zitten. Nutteloos. 1 uur, 2 uur, 3 uur, 4 uur, 5 uur, 6 uur. En wat heb je geleerd? Niks. En misschien was jij bezig zelfs met het zondigen. En ons profeet sallallahu alaihi wasallam heeft gezegd, ni'matan, twee gunsten. Maghbunun fihi ma kathirun minan nas. As-sihhatu wal-faragh. Twee mooie gunsten hebben wij gekregen van Allah. Heel veel mensen gaan achteloos daarmee om. Welke gunsten? Jouw gezondheid, siha, al-faraag, je vrije tijd. En wij moeten, beste broeders en beste zusters, onze tijd heel goed gebruiken. Want bij Allah subhanahu wa ta'ala wordt je gevraagd over de leeftijd die je hebt gekregen. En weet dat je sinds je geboorte, je bent onderweg naar Allah subhanahu wa ta'ala. En op een gegeven moment verlaat je het wereldsleven. Sinds je geboorte ben je onderweg. Elke dag die voorbij gaat, is een dag achter de rug die jou dicht bij Allah brengt. Al-Fudayl ibn Iyad rahimahullah. Al-Fudayl ibn Iyad rahimahullah. Vroeg aan een man. Hij zei tegen hem, hoe oud ben jij? De man reageerde en zei, 60 jaar. Toen zei Al-Fudayl ibn Iyad rahimahullah, je bent sinds 60 jaar onderweg naar Allah. Yushiku en tabloog, je bent er bijna. Wat zei de man? Hij zei, inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Voorwaar, wij zijn dienaren van Allah en wij zullen tot hem terugkeren. Wij zijn dienaren van Allah subhanahu wa ta'ala. En op een dag zullen wij tot hem terugkeren. Of je het wint of keert, er komt een dag dat je terug naar Allah zult gaan. Dat is een woord die heel veel moslims zeggen. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un.
Vervolgens zei hij tegen die man, weet je wat dat betekent? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Eigenlijk wil hij hem alert maken en laten nadenken over de betekenis van de woorden inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Hij zei tegen hem, ga het eerst in het Arabisch zeggen en daarna vertaal ik het naar het Nederlands. Hij zei, man alima annahu lillahi abd falya'lam annahu ilayhi raji'. ومن علم أنه إليه راجع فليعلم أنه موقوف ومن علم أنه موقوف فليعلم أنه مسؤول ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. أجاي als jij weet dat jij een dienaar van Allah bent, dan moet je ook weten dat je op een dag terug naar Allah zult gaan. En als je weet dat je op een dag terug naar Allah zult gaan, dan hoor je ook te weten dat je tegenover Allah subhanahu wa ta'ala zult staan. En als je weet dat je tegenover Allah subhanahu wa ta'ala zult staan, dan moet je ook weten dat je straks door Allah ondervraagd wordt. En als je dat weet, dan moet je nu al voorbereiden op het beantwoorden van de vragen die je zult krijgen. Toen de man dat heeft gehoord, zei hij, wat is de oplossing? Want hij stond versteld van het antwoord. Want wij zeggen, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Maar staan we ook stil bij de betekenis daarvan? Wat houdt dat allemaal in? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Hij zei, wat is dan de oplossing? Toen zei Fudayl ibn Iyad, yasira, makkelijk. De oplossing is heel makkelijk. Hij zei tegen hem, tuhsin fi ma baqa. Yughfar laka ma mada wa ma baqa. Fa in asa'ta fi ma baqa, ukhidta bi ma mada wa ma baqa. Wat betekent dat? Hij zei tegen hem, als jij het goede verricht, in het overgebleven dagen, het kunnen uren zijn, het kunnen dagen zijn, het kunnen maanden zijn, het kunnen jaren zijn. Dan vergeeft Allah hetgeen wat jij in het verleden hebt gedaan. Want Allah kijkt alleen maar naar het einde. Innama al-a'mal bil-khawatim. Maar als jij het slechte verricht in het overgebleven dagen van jaren. Het kunnen uren zijn, maar het kunnen ook dagen zijn, maanden, jaren zijn. Want dan zal Allah niet kijken naar het goede daden die jij ooit in het verleden hebt gedaan. Maar Allah zal kijken naar de einde dagen van je leven. Wat betekent dat voor ons? Dat betekent dat we niet wanhopig moeten zijn over hetgeen wat wij in het verleden hebben gedaan wat verkeerd kan zijn. Maar dat wij nu gaan kijken naar wat wij gaan doen in de toekomst. Hoe wij de tevredenheid kunnen behalen van Allah subhanahu wa ta'ala in de komende dagen, in de komende maanden, in de komende jaren. En dat betekent ook dat je niet zelfverzekerd moet voelen dat jij nu het gebed verricht, of dat jij het vaste doet, of dat jij anderen helpt, dat je denkt van ik ben klaar, ik kom in het paradijs in. Want je weet maar nooit wat er met jou gaat gebeuren in de toekomst. Een moslim die leeft altijd met twee vleugels, net als een vogel. Hoop en vrees. Al-Ghawf wa Raja. Hij hoopt dat Allah subhanahu wa ta'ala hem vergeeft. Hij hoopt dat Allah subhanahu wa ta'ala hem het paradijs laat binnentreden. En hij vreest dat hij wordt gestraft door Allah. Hij vreest dat hij het in de hel zal komen. Het feit dat jij leeft net als een vogel met twee vleugels, hoop en vrees, moet jou ertoe leiden dat je altijd je beste blijft doen in het wereldse leven. Dat je altijd streeft om de tevredenheid van Allah te behalen, zonder zelfverzekerd te voelen, zonder dat je wanhopig gaat worden dat je straks in de hel zal komen. Je moet je best doen en hopen dat Allah subhanahu wa ta'ala jou het paradijs laat betreden. En vrezen dat je in de hel zal komen.
Dus de oplossing is heel makkelijk, beste broeders en zusters. Zorg ervoor dat jij de komende tijd, want het kan zo zijn dat je het wereldse leven binnen een paar dagen verlaat. Al ben jij 12 jaar oud, of 16 jaar, of 22, wij kennen zoveel mensen die op een hele jonge leeftijd het wereldse leven hebben verlaten. En we hebben, of wij kennen mensen die op een later leeftijd het wereldse leven willen verlaten. En niemand van ons weet wanneer hij of wanneer zij het wereldse leven zal verlaten. Daarom moet je op je hoede zijn. Daarom moet je altijd je beste blijven doen. Daarom moet je altijd streven om goede daden te verrichten. Want elk moment wanneer de dood komt, dan ben je voorbereid om Allah's vragen te beantwoorden. Dus het eerste waarnaar je wordt gevraagd is je leeftijd. De tweede vraag die je krijgt straks op de dag des oordeels, Yawm al-Qiyamah, is: wat heb je gedaan met de kennis die je had? Veel mensen weten dat bijvoorbeeld ontucht plegen haram is. Het omgaan met een meisje bijvoorbeeld zonder huwelijk haram is. Liegen haram is. Roddelen haram is. Veel mensen weten dat dat haram is. Want wat doen ze daarmee? Wat doe je met die kennis die je hebt? Is het kennis die je alleen maar weet, waarvan je steeds meer kennis opbouwt en weet, en straks word je misschien een geleerde of iemand die veel kennis heeft? Is kennis een doel op zich? Nee. Kennis moet ertoe leiden dat je hetgene wat je weet praktiseert. Je weet dat liegen haram is, dan vermijd je dat. Dan vertel je de waarheid. Ongeacht het resultaat, of je wordt gestraft, of je niet veel geld gaat verdienen, of je niet een werk kan krijgen, toch hoort de moslim altijd de waarheid te vertellen. Je weet dat je niet mag liegen. Maar toch vinden we heel veel mensen die weten dat leugens vertellen haram is, dat ze nog steeds liegen. Weet dat die kennis die je hebt straks een bewijs tegen jou wordt gebruikt. Allah gaat je vragen, je wist toch dat dat niet mag. Maar toch heb je het gedaan. Waarom heb je het gedaan? Wat ga je tegen Allah zeggen? Vaak zie je een jongen op straat samen met een meisje lopen. En dan schaamt hij als hij je ziet. Hij weet dat hij verkeerd bezig is. Maar hij weet ook dat het niet mag van Allah. Sommigen zijn er mensen die schamen van mensen, maar niet schamen van Allah subhanahu wa ta'ala. Die hun heeft geschapen. En dan wil hij zijn eigen lusten bevredigen. En laten zien dat hij goed eruit ziet en knap en dit en dat. En wat doet hij? Hij is bezig met iets harams. Hij weet dat het haram is. Maar hij heeft daar niets van geleerd, want hij doet het. Over die kennis die je weet, je weet dat het niet mag. Maar je doet het, word je gevraagd straks bij Allah subhanahu wa ta'ala, wat heb je met die kennis gedaan? Je weet dat het niet mag. Je weet dat Allah het verboden heeft gemaakt. Maar wat heb je daarmee gedaan? Denk je dat je zomaar wordt gelaten? We weten heel veel. Maar we doen heel weinig. Heel veel moslims weten heel veel. Als je met hem praat over iets wat niet mag, dan zegt hij, ik weet het. Maar waarom doe je het dan? Je weet toch dat het niet mag? Of ga je achter je eigen begeertes? Of je eigen lusten, dan ben je egoïstisch. Want als ik jou nu vraag, zou je het leuk vinden dat jouw zusje omgaat met een vreemde man? Dan zeg je, nee, ik zou het niet leuk vinden. Zou je het leuk vinden dat jouw dochter omgaat met een vreemde man? Dan zou jij het niet leuk vinden.
Zou je het leuk vinden dat jouw vrouw met een vreemde man zou gaan, dan zou jij het niet leuk vinden. Zou je het leuk vinden dat je moeder omgaat met een, dan zou je het niet leuk, maar jij doet het wel. Jij gaat wel om met de dochters van andere mensen. Jij gaat wel om met de moeders van andere mensen. Jij denkt alleen maar aan jezelf en je eigen begeertes, je eigen lusten. Als ik maar het doe. En dan denk je niet dat het ene meisje met wie je omgaat, kan je zusje zijn. Het kan je tante zijn. En je zou het niet leuk vinden als ik een gewone jongen nu vraag, zou je het leuk vinden voor je zus? Dan zegt hij nee. Tijdens het leven van onze profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam was een jongeman binnengekomen bij de profeet. Sallallahu alayhi wa sallam. En naast beide profeet waren de metgezellen Abu Bakr, Umar, Uthman, Sahaba radiyallahu anhum ajma'in. En er kwam een jongeman, sterke man, die zegt: o boodschapper van Allah, ik wil zinnen plegen. Ik wil overspel plegen. Net als een jongen die zegt, die komt binnen en zegt: ik wil graag verkering hebben met die ene meisje. Maar hij heeft het niet over huwelijk. En dat zegt hij tegen de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam was heel wees, onze geliefde profeet sallallahu alayhi wa sallam. Hij had genoeg weesheid om zijn gedrag te verbeteren. Om zijn gedrag te corrigeren. Hij zei tegen hem: o, wat daar om? Zou je het leuk vinden voor je moeder dat iemand zina pleegt met je moeder? Toen zei die man, hij schrok ervan. Hij zei: fidaka abi wa ummi, la ya rasulullah. Hij wilde het niet. Hij zei: kadalika nas. Dat geldt ook voor de mensen. Zij zouden het niet leuk vinden dat iemand zina pleegt met hun moeders. Toen zei de profeet: o, wat daar, zou je het leuk vinden voor je zus dat iemand zina met haar pleegt? Hij zei: la ya rasulullah, fidaka abi wa ummi. Hij zei: kadalika nas. Dat geldt ook voor mensen. Zij zouden het niet leuk vinden dat iemand zina pleegt met hun zusters. Zou je het leuk vinden voor je eigen dochter dat iemand zina pleegt met je dochter? Hij zei: la ya rasulullah, fidaka abi wa ummi. Hij zei: kadalika nas. Dat geldt ook. En zo ging ons profeet verder met die vraag. Wat ging de profeet doen? Hij ging zijn gedrag corrigeren. Hij ging hem laten nadenken over hetgeen wat hij graag wil. En daarna heeft hij zijn hand op zijn borst gelegd en heeft een dua voor hem gedaan. Allahumma gfir dambah wa tahhir qalbah wa ahsin farjah. Hij zei: toen de profeet zijn hand weg had gehaald, had ik nooit meer die neiging om iets harams te doen. Dat is een voorbeeld voor ons allen, beste broeders en zusters. Wat wij niet willen voor onze eigen dochters, voor onze eigen zussen, voor onze eigen moeders, moeten we ook niet willen voor de kinderen, voor andere mensen. Voor de dochters van andere mensen. Voor de zussen van andere mensen, want die kunnen je zussen zijn. En je dochters zijn, enzovoort. Het gaat om, beste broeders en zusters, dat wanneer jij weet dat iets haram is en jij weet het, dan is het straks een bewijs tegen jou wanneer je bij Allah komt. Dat jij het weet of dat je het wist, maar toch heb je niks mee gedaan. Weet dat Allah jou daarover gaat vragen. Of je het wilt of keert. Of je het wilt of niet wilt. Je wist het, je hebt het gedaan. Waarom heb je het gedaan? Voor de kinderen, voor andere mensen. Voor de dochters van andere mensen. Voor de zussen van andere mensen, want die kunnen je zussen zijn. En je dochters zijn, enzovoort. Het gaat om, beste broeders en zusters, dat wanneer jij weet dat iets haram is en jij weet het, dan is het straks een bewijs tegen jou wanneer je bij Allah komt. Dat jij het weet, of dat je het wist, maar toch heb je niks mee gedaan. Weet dat Allah jou daarover gaat vragen. Of je het wilt of keert. Of je het wilt of niet wilt. Je wist het, je hebt het gedaan. Waarom heb je het gedaan? En dus we merken vaak dat mensen heel veel kennis hebben, maar als het gaat om de praktijk, dan zie je dat het afstand tussen kennis en de praktijk heel groot is. En dat moet niet zijn. Dat moet niet zijn.
Je weet dat iets niet mag, je streeft om het te vermijden. Je weet dat iets verplicht is, je doet je best om het te doen. Want op zo'n manier ga jij leven naar het doel van het bestaan. Naar het doel waarvoor je bent geschapen. De derde vraag die je krijgt straks op de dag des oordeels, is dat je wordt gevraagd over het geld die je hebt. Hoe heb je het verdiend? En waar heb je het uitgegeven? Niet alleen maar hoe je het hebt verdiend, maar ook hoe je het hebt uitgegeven. Wat heb je met het geld gedaan? Eerste vraag, hoe heb je het verdiend? Heb je het verdiend van een halal bron? Halal werk? Of heb je het gestolen? Of gewerkt op een werk die haram is? Waardoor het geld ook haram zal zijn. Want iemand die werkt, die kan misschien 's morgens wakker worden en naar de markt gaan of ergens en hij koopt alcohol en hij verkoopt alcohol. Dan is het geld wat hij heeft gehad haram. Al heb je daarvoor gewerkt. Want je moet ook weten dat niet alleen maar het geld verdienen doordat jij iets hebt gedaan, doordat je werkt hebt gedaan. Door halal wordt. Nee, maar ook het soort werk wat je werkt, wat je doet. Vaak zie je mensen bijvoorbeeld studeren. Dan gaan ze gaan studeren. Nou, ze zijn op de middelbare school, daarna nou gaan ze bijvoorbeeld of de HBO of de MBO of de universiteit doen. En dan denken ze niet, nou, ja, eigenlijk wat voor werk wil ik gaan doen met mijn studie. Hij gaat alleen maar studeren, hij denkt over iets, ja, dat klinkt wel goed, bedrijfskunde. Of dit, of dat, of dit. Nee, je moet vanaf het begin nadenken. Wat voor werk wil ik doen? Is het haram? Is het toegestaan? En dan mijn studie ga ik ook doen. Ik ga studeren en werken naar iets die straks leidt tot een halal werk. Jongeren denken niet heel ver. Ze denken alleen maar nu. Ze moeten verder denken naar wat studeer je? Waarom studeer je dat? En wat wil je daarmee bereiken? Vaak hebben mensen heel lang gestudeerd. Ze hebben een diploma gehad. Ze komen terecht bij een werk die verboden is. Omdat het domein wat zij hebben gestudeerd. Dus een moslim die moet verder nadenken. Als ik nu zo'n studie doe. Dat leidt tot misschien een verboden werk. Dus daarin moet je kieskeurig zijn. Je moet de juiste opleiding zoeken. De juiste opleiding volgen. Die uiteindelijk leidt naar een halal werk. En voordat je een werk doet, moet je vragen of het mag. Of niet mag. Niet je bent bezig met het werk, je bent geld aan het verdienen, je hebt een gezin en zo. En dan pas ga je vragen of het mag. Of het halal of haram is. Maar wat als het haram is? Ah, dan moeten we een oplossing zoeken. Het kan leiden tot werkloosheid en dat. Dat moet je voorkomen, door vanaf het begin te vragen. En als jij begint met een werk waarmee je geld gaat verdienen, moet je ook je zaken duidelijk maken. Veel mensen schamen zich om te zeggen van, ik ben moslim en ik hoor het gebed op tijd te verrichten. Omdat hij bang is dat hij zijn werk kwijtraakt. Dat hij werkloos zal worden. En dat heeft te maken met het min vertrouwen in Allah subhanahu wa ta'ala. Want wie is de voorziener van onderhoud? Wie is de razzaq? Allah subhanahu wa ta'ala. En als Allah van jou ziet dat je je best doet om een halal werk te vinden, dan leidt Allah jou naar een halal werk. Als Allah ziet dat jij helemaal geen moeite doet. Je bent op het werk en je schaamt. Je schaamt je om te vragen of jij het gebed kan verrichten. Want anders gaan de mensen denken dat jij moslim bent. Maar jij bent een moslim. En je moet je niet schamen dat je moslim bent. Want wat is dan een moslim? Wat is de aanleiding die je leidt tot schamen? Heeft de islam jou gevraagd om te stelen?
En heeft de islam jou gevraagd om leugens te vertellen? Heeft de islam jou gevraagd om iets verkeerds te doen? Wat heeft de islam jou gevraagd? Islam heeft jou gevraagd om Allah te aanbidden. Schepper. Islam heeft jou gevraagd om 5 keer per dag te bidden. Wat uiteindelijk zal leiden tot het binnentreden van het paradijs. Islam heeft jou gevraagd om eerlijk te zijn tegenover iedereen. Moslim of niet moslim? Moslim is altijd eerlijk. We hebben geen listen in ons geloof. We hebben geen bedrog in ons geloof. Wij zijn gewoon oprechte mensen. Wij zijn niet bang om te zeggen tegen mensen, wij zijn moslims en Allah heeft ons belast om 5 keer per dag te bidden. Ik ben niet bang om dat te zeggen. Omdat ik niet verkeerd bezig ben. Het kan zo zijn dat een werkgever dat niet leuk vindt. Dat doet er niet toe. Ik kan me nog herinneren, voordat ik mijn studie ging voortzetten op de universiteit, dat ik een bijbaan ging doen op de bloemenveiling in Aalsmeer. En we moesten heel vroeg beginnen met het werk. En ik ging ook heel vroeg. En in de winter is de visser gebed om soms 6:30, 35. En we beginnen om 6:00. En we hebben pauze om 8:40. En als ik dan ga beginnen met mijn werk tot 8:40, dan is de zon al op. En het visser gebed hoor je te bidden tussen de dagraad, de zonneschemering en zonsopgang. Niet om 10:00 in de ochtend, die staat op en het is helemaal de zon is helemaal boven deze en jij wilt het visser gebed gaan bidden. En dan sta je en dan ben je blij, ga je rust gaan doen en komt wel goed, ik ga straks bidden. Het gebed heeft tijd. En ik voel me gedwongen om het op tijd te doen. Ik kon niet wachten tot de pauze. Want als ik wacht tot de pauze, dan is de zon op. Nou, ik heb het heel aardig gevraagd en ik heb het beste gedaan. Uiteindelijk hebben ze het echt me gezegd. Nou, kijk, als je het niet leuk vindt, dan kun je een andere baan zoeken. Toen heb ik gezegd, ik ga een andere baan zoeken. Ik ga een andere baan zoeken. En waarom? Want de tevredenheid van Allah gaat voor. En ik zal niet sterven van de honger of... En wat is er gebeurd? Alleen die dag, ik zei, ik ga een andere baan zoeken. Ik dacht later, ik ging mijn studie voortzetten op de universiteit. Afgestudeerd, daarna, ik ga nu op de islamitische school als godsdienstmeester. Ik bid wanneer ik wil. Ik leid het gebed met kinderen, ik geef les aan kinderen, wat voor les ik leer ze. Het geloof, de geloofsleer. En ik ben heel erg blij. Wat is er mis met mij gegaan omdat ik daar weg ben gegaan? Het is juist goed met me gegaan. Beter met me gegaan dan voorheen. Waarom? Omdat ik wil dat de tevredenheid van Allah in de eerste plaats komt. En het maakt mij niet uit of mijn werkgever boos op mij wordt. Het gaat mij om dat Allah tevreden over mij wordt. Ik stel de tevredenheid van Allah boven de tevredenheid van de mensen. Want ik weet dat mijn Heer en mijn schepper Allah is niet de mensen. En als mijn onderhoud in de handen van de mensen, dan moeten ze het stoppen. Ik heb het niet nodig. Ik hoef die geld van die mensen niet. Ik vertrouw op Allah, maar ik doe de aanleiding. Ik ga niet slapen en wachten tot het Allah mij voorziet van onderhoud. Ik ga studeren, ik doe mijn best, ik ga zoek mijn werk en ik werk en het gaat niet. Verkeerd. Het gaat goed met me. Het is mis met me gaan, want veel mensen zijn bang om hun baan kwijt te raken. Omdat ze denken, weet je wat, ik hoef niet te bidden. Ik ga naar huis, ik bid ze allemaal thuis. Straks in de avond ga ik door, Asr, Maghrib en Isha in 1 keer bidden en dan ga ik slapen. Maar heb je het goed gedaan? Nee. Het gebed heeft tijd. We bidden 5 gebeden. Per dag niet. 2 gebeden per dag. 5 gebeden per dag. Dus je wordt gevraagd over het geld die je verdient. Waar heb je het vandaan gehad? En dan komt een andere vraag. Waar heb je het uitgegeven? Veel mensen werken keihard. Keihard. Halal. Verdienen halal geld. Waar gaan ze het uitgeven? Jongeren zitten te sparen. 20.000 euro gespaard, gaat in 1 nacht weg. Huwelijk.
dan moeten ze een hotel gaan huren waar ze het feest gaan doen. Die kost 10.000 euro. Dan moeten ze een limousine gaan huren om van huis naar de park te gaan en van de park naar hier te gaan. Voor hoeveel? 600 euro. En dan, dan gaan ze met onnuttige zaken bezig, geld uitgeven. Al die jaren heb je gespaard, hard gewerkt en je gaat in één nacht in de lucht. En alleen maar met het zondige bezig. Weet dat je over je geld wordt gevraagd. Wat heb je daarmee gedaan? Heb je het verspild in onnuttige zaken? Of heb je het goed besteed? Heb je gedacht aan de mensen die geen enkel waterdruppel hebben om te leven? Heb je gedacht aan de mensen die wachten op een stukje brood om te leven? Bij ons is het heel makkelijk, 10 euro, 20 euro hier en daar. 20 euro kunnen mensen een week lang meeleven, een gezin, met 4 kinderen. Een week lang meeleven. Of denk je alleen maar in jezelf? Jongeren kopen een broek van 300 euro. Wat is dat voor broek? Of een jas van 700 euro. En als je het niet heeft, dan zit je te denken, ik ben minder dan anderen. Waarom ben je minder dan anderen? Heeft het te maken met kleding? Is jouw eer en jouw heeft te maken met je kleding? Nee. Kleding moet, je moet ervoor zorgen dat je goed gecombineerd kleedt. Goed kleedt, schoon kleedt. Goed eruit ziet. Goed gecombineerd. Dat is kleding. Je hoeft niet per se een merk schoenen te hebben. Waar staat dat je een merk schoenen moet hebben van Hugo Boss of dit of dat of dat? Waar staat het? Moet je per se dat dragen? Je kan een mooie schoenen hebben, sterke schoenen, goede schoenen, die goed eruit zien, misschien ook een beetje modern. Maar je hoeft niet 300, 400 euro te besteden aan een schoen en dan binnen een paar maanden zijn ze weg. Heb je het verspild in onnuttige zaken? Of heb je het goed besteed? Heb je gedacht aan de mensen die geen enkel waterdruppel hebben om te leven? Heb je gedacht aan de mensen die wachten op een stukje brood? Om te leven. Bij ons is het heel makkelijk, 10 euro, 20 euro hier en daar. 20 euro kunnen mensen een week lang meeleven, een gezin, met 4 kinderen. Een week lang meeleven. Of denk je alleen maar in jezelf. Jongeren kopen een broek van 300 euro. Wat is dat voor broek? Of een jas van 700 euro. En als je het niet heeft, dan zit je te denken, ik ben minder dan anderen. Waarom ben je minder dan anderen? Heeft het te maken met kleding? Is jouw eer en jouw heeft te maken met je kleding? Nee. Kleding moet, je moet ervoor zorgen dat je goed gecombineerd kleedt. Goed kleedt, schoon kleedt. Goed eruit ziet. Goed gecombineerd. Dat is kleding. Je hoeft niet per se een merk schoenen te hebben. Waar staat dat je een merk schoenen moet hebben van Hugo Boss of dit of dat of dat? Waar staat het? Moet je per se dat dragen? Je kan een mooie schoenen hebben, sterke schoenen, goede schoenen, die goed eruit zien, misschien ook een beetje modern. Maar je hoeft niet 300, 400 euro te besteden aan een schoen en dan binnen een paar maanden zijn ze weg. En je hebt de kast vol met 20 schoenen en elk schoen kost 200 euro. En dan belast je je moeder en je vader om dat voor je te kopen als je niet werkt. En als je ook werkt, ja, dan moet je toch niet zoveel geld gaan uitgeven in dat. Er zijn mensen die het geld nodig hebben. Als je denkt dat het is mijn geld en ik mag doen wat er met mij wil, dan heb je het wel verkeerd, toch? Want Allah gaat je vragen, wat heb je met dat geld gedaan? Maar dan moet je wel verantwoording leggen bij Allah subhanahu wa ta'ala. Het is dus geen open deur dat jij geld verdient, dat je met het geld alles mag doen wat je wilt. Je moet nadenken. Je mag goed gekleed lopen, hoor. Ik loop ook goed gekleed, ik kies ook mijn kleding, maar gematigd zijn. Niet gierig, maar niet overdreven weer.
Allah Azza wa Jalla zegt in Surat al-Furqan, وَالَّذِينَ إِلَّا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يُقْتِرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. اعتدال. Moet gematig zijn in het uitgeven. Onnodig hebben we niet nodig. Een vrouw krijgt een baby, en voordat ze een baby krijgt, dan is ze al bezig. 9 maanden, kamer opmaken, dit en dat, en als je geboren gaat ze een karretje van 900 euro, bagboe en dit en dat. Die bagboe die kost 900 euro. Dat is duurder dan een auto. Het gaat toch gewoon een karretje waarin je kind gewoon gaat duwen en dan moet het 900 euro gaan kosten. En dus is getrouwd met een man die 1200 of 1300 euro verdient. En dan moet hij 900 euro aan een bakboe gaan uitgeven. Dat is toch niet reëel? Waarom moeten wij iedereen nadoen? Waarom moeten wij anderen nadoen? Hebben we aandacht nodig? Wij zijn toch, wij hebben eigen persoonlijkheden. Wij hebben eigen geloof, eigen manieren. We kunnen toch kieskeurig zijn en goed zoeken en een beetje gematigde zaken zijn. En je mag gebruik maken van het werelds leven, maar met maat. Je ziet mensen, wat heel erg opvallend is, dat zodra eentje begint met iets, het kan een kapsel zijn, maar het kan een schoenen zijn, of het kan een jas zijn, dan doet iedereen hem na. En het maakt niet uit wie het is. En dan zijn de jongeren het kijken naar voetballers en dan doet een voetballer een bepaalde kapsel. En als je je afvraagt wie je nadoet, dan doe je iemand na die ongelovig is. Die misschien tegen het geloof is, tegen de islam. En hij wil helemaal niet met je associëren. Hij wil niks met je mee te maken. En jij doet hem na. Heb je afgevraagd wie je nadoet wanneer je iets doet? En de persoon die je nadoet, die wil helemaal niet met jou praten of zien of associëren met jou of weten. Maar jij doet er wel na. Is toch tegenstrijdig? Als ik iemand zou nadoen, dan zou ik de boodschapper van Allah nadoen. De beste mens die op aarde heeft gelopen. Geen enkel iemand die op aarde was gelopen of heeft gelopen beter dan Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En daarom zou ik hem als voorbeeld nemen en niet iemand anders. Niet iemand anders. Ik heb het niet nodig. Ik ben zoals ik ben. Ik ben een moslim. Ik ben trots dat ik moslim ben. En ik hoef niemand na te doen. Als ik iemand zou nadoen, dan is het de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Wij moeten een beetje wakker worden. Wij moeten niet zomaar blindelings mensen achtervolgen zonder na te denken. Hij heeft die jas gekocht, ik ga die jas kopen. En dan ben je bezig de hele maanden dat te werken, hard te werken. En dan krijg je het geld, dan ga je naar de winkel en dan geef je het alsjeblieft. En hij zegt, dankjewel, ik krijg een tas, een mooie tas. Je bent blij, een vla 600 euro is weg. Je wordt gevraagd over het geld wat je hebt uitgegeven. Waar heb je het uitgegeven? En dan moet je verantwoording leggen bij Allah subhanahu wa ta'ala. De laatste vraag die je krijgt. Je wordt gevraagd over je ledematen. Wat heb je daarmee gedaan? De handen. Die je hebt van Allah gekregen. Wat heb je daarmee gedaan? Je wordt gevraagd over je ogen. Wat heb je daarmee gedaan? Waar? Naar ging je kijken? Beste broeders en zusters. Als wij vandaag de rijkste man van de wereld hier naartoe gaan brengen. Die niet kan zien. Die blind is. En er wordt tegen hem gezegd. Je krijgt een oog terug. Maar tegenover betaal je al het geld wat je hebt. Dan gaat hij alles geven. Wat hij heeft om een oog te krijgen. En jij, je hebt die ogen gratis gekregen. Wat heb je gedaan? Wat heb je gedaan om zo'n oog te krijgen? En een oog krijgen is waardevoller dan het heel wereldse leven.
En als je dat wilt weten, vraag de mensen die blind zijn. En dan zul je het horen. En wat doe jij met je ogen? Je kijkt naar het verbodene. Naar het haram. Je kijkt met je ogen zo'n mooie gunst die jij van Allah subhanahu wa ta'ala hebt gekregen. Je kijkt daarmee naar het verbodene. Je hebt oren gekregen. Ook een gunst van Allah. Wat ga je daarmee doen? Het luisteren naar het verbodene. En dan zie je mensen op straat lopen en dansen en zo iets in hun oren. En dan denk je, wat is het? Is toch gek? Je hebt iemand loopt op straat te bewegen, alleen, net als een gekko. En hij is bezig met het zondigen. En hij is blij. Terwijl je deze oren moet gebruiken in het luisteren naar het goede. Je hebt een tong gekregen. Mooi. Klein stukje vlees. Klein stukje vlees. Maar middels stukje vlees getuig je dat Allah één is. En dat Mohammed de boodschapper van Allah is en dat leidt tot het paradijs. Met zo'n klein stukje vlees kun je ook ongelovig worden. Met zo'n klein stukje vlees kun je leugens vertellen. Met zo'n klein stukje vlees kun je roddelen. Met zo'n klein stukje vlees kun je de waarheid vertellen. Wees op je hoede, beste broeder, beste zuster, dat je je tong goed gebruikt. In het zeggen van het goede. In het gebieden van het goede. In het verbieden van het slechte. In het lezen van de Koran, het gedenken van Allah subhanahu wa ta'ala. En vermijd daarmee het praten over andere mensen. Het oordelen over andere mensen of jij de rechter bent. Hij is goed, hij is niet goed. Hij is dat, hij is dit. Je hebt toch geen rechter. Je hebt ook niet voor gestudeerd. Maar jij oordeelt wel. Met je handen moet je streven om het goede te verrichten. Gebruik je handen niet in het verbodene. Want straks op de dag des oordeels zullen deze handen getuigen dat je dat hebt gedaan. En dat wil jij ontkennen. En dat ga jij willen ontkennen bij Allah. Maar de engelen gaan getuigen dat je dat hebt gedaan. En niet alleen maar de engelen, zelfs deze ledematen die nu niet kunnen praten, kunnen straks bij Allah praten en getuigen dat je ze hebt gebruikt in hetgeen wat verboden was. Je benen, voeten, waar ben je naartoe gegaan? Zij zullen getuigen dat je naar het verboden bent gegaan. En zij kunnen ook getuigen dat je naar goede plaatsen bent gegaan. Met je voeten. Zij zullen zelf gaan praten en getuigen. Dat je naar het verboden bent gegaan of naar een goede plaats. Dus het is niet zo dat jij zomaar bent geschapen, gemaakt, dat je jezelf mag doen. Je praat zo.